Als je dus ataxie had, ja, dan ga je toch vanzelf wat dingetjes doen. Want dan heb je dat zadeltje gedaan en dan ben je een beetje aan het logeren met het zadel op. En dan zegt degene, Santusha zei tegen mij, waarom ga je niet even ophangen? Nou ja, ik vond het eigenlijk hartstikke eng. Maar dan doe je dat toch. En omdat al die stapjes zo klein zijn, is het niet eng, zowel voor haar, maar ook voor jezelf. Nou, dan doe ik weer hetzelfde als net bij het hangen. En dan ga je zitten. Nou, Lisa houdt er wel eventjes vast, voor de veiligheid. Maar in principe kan ik gewoon nu ook zelf sturen. Dus, stappen? Ja. Ik kreeg ook heel vaak de vraag op mijn YouTube-kanaal hoe ik heb geleerd dat Fien naar Geesburg loopt. Maar eigenlijk doet ze dat uit zichzelf. En ja, zo hoort het eigenlijk ook. Ik ben gewoon begonnen met rangeren. En op een gegeven moment doe je het ook met een bijzetteugeltje. En ja, dan leert ze gewoon dat druk op de teugels betekent dat ze ja, de rug moet ontspannen. Nou, die kun je wat langer laten nu, maar zeg maar op de rondje, op de volte. Ik vind het trouwens wel echt heel knap van Fien hoe ze hier nu loopt. Ik weet niet of jullie Patriska ook kennen. Ja, dat is het. Patriska die had hier heel anders gelopen. Ja, goed zo. Nou, zo'n stukje verder. Misschien alleen even goed uitkijken voor het krukje. Sterre, kun jij even zo terug naar de andere kant? Want als Fien straks uitzwaait en ze loopt even Fien aan. Nee, dan gaan ze denk ik een beetje vechten. Nou, wat Fien altijd een beetje moeilijk vindt, is de grenzen van de buitenschouder. En normaal heb ik nu een zweepje aan deze kant. Dan voelt ze hier dus die zweep en dan voelt ze een soort van begrenzing aan die kant. En daardoor, ja, kijk, mijn buitenteugel, mijn buitenbeen probeert haar wel te helpen. Maar dat vindt ze wel lastig. We kunnen ook even de andere kant op. Die vindt ze wat makkelijker. Is wat makkelijker om mee te beginnen. Dan gaan we eventjes rechts om. Een paard heeft natuurlijk altijd de favoriete kant. Dat zullen jullie ook merken met je verzorgde pony, eigen paard, Manege paard. Ze hebben allemaal een favoriete kant. En dat moet uiteindelijk natuurlijk gelijk worden. Maar zeker als je op zo'n jong paard zit, moet je eigenlijk een makkelijke kant benutten. Vrijdag vond Fiene trouwens ook heel eng dat ze mijn stem en speakers worden. Dus je er gewoon een beetje aan gewend. Nou, draf. Goed zo. Heel braaf. Goed zo. In het begin zat ik trouwens ook dan niet aan de teugels, zat ik alleen dat dingetje gaf. En zat ik er continu zo te aaien. Oh, dat is goed. Goed, braaf. Ik ga alleen even dragen, Fien. Goed zo. Nou, ik merk wel dat Fien het een beetje spannend vindt, want ze wil heel graag een beetje harder. Zal ik even terug over mijn gang maken naar stap. En dat doe ik dus, dat is hier een beetje met mij en zo. Ik probeer nu de hulpen aan te leren. De stemhulpen kent ze heel goed, maar jullie zagen net, ik zei dat ze in draf moest. En tegelijkertijd gaf ik een beetje been. Want zo leert ze dat ze dus, ja, dat toch hetzelfde betekent. Dat is hetzelfde als ze wil dat ze harder gaat. Dan doe ik klikken met mijn tong. Ik zal het nu even niet doen voordat ze ontploft. En dan tegelijkertijd geef ik been. Met ho hetzelfde. Ik zeg het woord. En tegelijkertijd trek ik een klein beetje aan mijn teugels. Nou, dat was wel heel goed, vond ik. Gaan we nog een keertje eraf. Ja, ik vind het echt zo knap van de jongens. Ik sta echt een beetje zonder te kijken. Heel knap. Ik zie op deze kant doet het ook een beetje dat ze een beetje naar Sjaan trekt. Want jij wilt eigenlijk heel graag doen. Daar heb ik Sjaan ook bij. Sjaan is heel rustig. En dan kan ze een beetje naar Sjaan kijken. En ze denkt, oh, zo moet het. Ik vind het ook van dat ze dat doet. Ik zie hoe het een beetje uit aan deze kant. Ja, dan moet je gewoon leren. Zullen we een klein stukje gelopen? Oh jongens, dat zou ik zo knap vinden als dat goed gaat. Hou ik wel even mijn dingetje vast. Oké. Okay. Ik moet eerst even een beetje doordraven. Na die hoek waar ze uitzwaait. Kijk, maar ik kan nu al. Ik zie jou naar rechts maar lopen. Goed zo. Dat punt.
Een beetje de buis teugel eraf bij. Ja, heel goed. Ja. Super warm. Goed zo. Heel knap voor jou. Ja. Nou, dan gaan we even een stukje los. Nou, ik zie soms stap zien helemaal. Nou, dan doen we er nu losklikken, maar Lisa blijft eigenlijk gewoon een beetje in de buurt lopen. Dat is voor Fien een beetje vertrouwd is. En ik kan jullie ondertussen wel vertellen, Fien heeft heel veel ook zelf aangeboden, dus dat kan noemen. Net zoals logeren, ik wilde eigenlijk nog helemaal niet beginnen met logeren, maar ik was gewoon met haar aan het wandelen, maar het hagel in de bak. Dus ik had er alvast aan de logeerlijn zitten. Ik denk, als ze dan gek gaat, dan is ze niet in één keer los. En toen ging ze op een gegeven moment draven. Ik denk, nou ja, dus ging continu om me heen draven, kleine rondjes. Ik denk, nou, ga dan maar draven, dan laat je wel iets langer. En toen kon ze eigenlijk gewoon logeren. Toen stopte ze meteen. Nou, toen moest ik alleen de commando's natuurlijk nog aankoppelen, maar eigenlijk ging dat heel makkelijk. Net zoals met rijden, we waren gewoon aan het stappen. En ineens ging ze uit zichzelf draven aan de logeerlijn. Dus toen zei ze, poesje, ga maar, gewoon licht rijden, blijven zitten, touwtje vasthouden. En dat was net zoals met galop, dat deed ze eigenlijk ook zelf. En aan mij is eigenlijk dan de taak om Fien zo min mogelijk in de weg te zitten. Dus bijvoorbeeld nu nog niet doorzitten, dat komt pas later. Ook als ze gaat aangalopperen, want het kan voor haar gewoon nog een beetje in de weg zitten. Dan kun je veel beter gewoon blijven licht rijden dat ze zelf aangalopperen. Ja, ik vind het echt super knap. Ik ga nu afstappen. Dus dan zet ik Fien eigenlijk neer. Ja. Dus zodra ze stop, doe ik ook meteen de teugels los. Dat ze weet dat dat goed is. Nou, als die heel even vasthoudt, maar ik denk dat ze anders een beetje spannend vindt. Ik sta nu wel heel erg onaardig met de binnen naar jullie toe. Maar goed, ik ga toch even zo afstappen. Nee. Zodra ze stilstaat, even ontspant. Oh, kijk, ze draait zo. Dus ik denk, het is ook niet aardig. Zo, dan ga ik eraf. Eigenlijk heel rustig. En stel ze gaat nu lopen, dan blijf ik nu zo vaak als ze gewoon stil staan. Heel braaf. Goed zo. Ik weet niet hoe ver ik met mijn tijd zit, maar volgens mij ben ik aardig aan het einde. Dus ja, dit was eigenlijk mijn hele. Ik ben echt heel trots op jullie. Ik denk dat ik zo meteen nog wel even kan van, wow, wat heb ik gewoon echt gedaan. We hebben gewoon een horse event gereden. Ik ben echt heel trots op haar. Ze is alleen weer leuk. Ze heeft altijd weer leuk. Zo meteen mag ik weer. Dus ik vind het echt heel goed gedaan. Ik wil jullie heel erg bedanken dat ik kan kijken. Ik doe echt met heel veel. En dan zal ik Fien even vasthouden en dan mogen jullie klappen als je wil. Ik heb het wel met de geoefend, als het goed is ze braaf. Maar ja, je weet het nooit. Oké, nou, heel erg bedankt voor jullie aandacht allemaal. En ik wil je nog even vertellen, dit setje is van Lumieux. Dat heb ik nieuw en ik vind het super vet staan op Fien. En net zoals alle andere YouTubers hebben wij daar achter onze stand. Met merchandise, onder andere ook dit shirt. En dat is ook nieuw, daar ben ik ook heel blij mee. En vanmiddag ben ik ook daar en om 12 uur bij de Lead & Greet. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken en veel plezier nog vandaag bij alle andere demo's die jullie gaan kijken. Ja.